Het omkopen van kiezers is strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht. Dit bracht minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken gisteren in herinnering in de Nationale Assemblée. Hij gaf aan dat iemand die door giften of beloften een ander omkoopt om op een bepaalde manier te stemmen, volgens het wetboek van strafrecht kan worden gestraft met een celstraf van 4 jaren of een geldboete die kan oplopen tot 50.000 SRD. Dezelfde straf wordt ook toegepast op degene die zich door gift of belofte laat omkopen. Deze handeling wordt in verband gebracht met het maken van bijvoorbeeld een semfie. NDP-parlementariër Stefan Tsang wilde van de minister weten wat de consequenties zijn voor mensen die toch een selfie maken tijdens het stemmen en op heterdaad worden betrapt. Hij wilde weten of deze mensen hun stem kwijtraken of een boete zullen krijgen. Zijn collega Rabinder Permeser wilde weten hoe voorkomen zal worden dat er foto's gemaakt worden tijdens het stemmen. Maar hoe gaat u die inrichting op het stembureau? Welke zaken hebt u in place dat het maken van foto's bemoeilijk wordt of liefst helemaal niet? Ja, dat is de bedoeling. En gaat u daarbij extra aparte instructies aan OKB geven? Want dat is belangrijk. OKB moet erop letten. Dat waren de minister en DNA-leden gisteren tijdens de behandeling van de wijziging van de grondwet en kiesregeling in de Nationale Assemblée.